Kan je nou leren? Of, Belt je zo terug. Ik zeg Abe. Yes. Woordvoerder van het LAX, de mensen die hier druk aan het bellen zijn om alle examenklachten te ontvangen. De vijfde dag. Ja, ja. Even omdat ik belangstelling heb, hoe is het met jou? Want jij staat hier ook vijf dagen lang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met al die mensen heen te bellen. Gaat het nog een beetje? Ja, het gaat prima. Het is wel zwaar natuurlijk, maar het is prima uithouden. Want dat geeft je ook heel veel energie als klachten opgelost worden. En alleen maar goed gaat natuurlijk. Je doet het goed. En er komen er behoorlijk wat binnen. Wat is het zwaarste examen tot nu toe? Nou, nog steeds Nederlands eigenlijk. Maar we moeten wel even daar een kanttekening bij plaatsen. Dat het ook heel veel examenkandidaten zijn natuurlijk. Maar ook muziek. Muziek scoort hoog en kunst. Want er zijn natuurlijk veel mensen die daar, veel minder mensen die daar examen in doen. Ja. Dus ja, dan is het beter te vergelijken. Helemaal goed. Nou, volgende week gaan we een nieuwe examenperiode in. Mensen hebben heel even rust aankomend weekend. Ja. Er is ook nog een persoon die wij een klacht van de dag prijzenpakket gaan weggeven. Dat is als je dat wint, mensen. Oh, want wat zit erin? DVD's, kaarten, bioscoopkaarten, allemaal toestanden. Ze staan hier nu onder in beeld, dus lees het gerust even na. Wie gaan we bellen en waarom? We gaan even John Bakker bellen. We gaan hem bellen omdat hij eigenlijk halverwege tijdens het examen afgebroken werd. We dachten dat hij anderhalf uur had. Hij zelf? Of ja, maar het bleek maar een uur te zijn. Dus ja, dat viel een beetje tegen. Het is natuurlijk lullig als je afgebroken wordt. En daarom gaan we John bellen. En u bent de moeder van John? Ik ben de moeder van John? Ja. Heeft hij een beetje zijn best gedaan de afgelopen week? Ik ga John even bellen. Wij bellen met John Bakker. Er bestaan er blijkbaar meer. Dit is nog een hele jonge John Bakker. Die dacht behoorlijk wat tijd te hebben voor zijn examen, maar uiteindelijk viel dat behoorlijk tegen, waardoor hij de helft niet heeft kunnen doen. En dat vindt Johnny leuk natuurlijk, en terecht ook. Spreek je berichting na de toon of stuur een sms-bericht. Ah, John, wat jammer dat je niet opneemt. Sander Gijs van 3FM hier en ook Abe van het LAX. Abe? Ja, hi John. We kregen een klacht van je binnen, of voornamelijk Abe eigenlijk. Jij zou te weinig tijd hebben gehad om jouw examen fatsoenlijk af te ronden. En daar heb je over geklaagd, ook terecht natuurlijk. En in dat kader heeft mijn grote vriend Abe hier van het LAX, de woordvoerder, goed nieuws voor jou. Abe. Nou ja, zoals Sander al zei, je hebt gewoon te weinig tijd gehad bij je examen. Nou, en daarom heb je een prijspakket gewonnen. Dus wellicht troost dat je toch nog enig zit. Maar goed, het is jammer John dat we het je niet persoonlijk kunnen vertellen. Vooralsnog heel veel sterkte en succes met de afhandeling en afwikkelingen van je klacht. Je moeder hebben we al even gesproken, die wist een behoorlijk omvangrijk verhaal te reproduceren. Voor nu een hele fijne dag, John. En dat geldt ook voor Abe. Ja, en succes nog met je examen. Succes ook, John. Nou, dag. Dinsdag overigens weer een gloednieuwe editie van Abe's Update. Tot dan.